In de schaduw van de Marokkaanse moskee in Winterslag wordt volop gebouwd aan het nieuwe buurthuis Dynamo. We zijn 30 jaar geleden begonnen met buurtwerk, eigenlijk 33 jaar geleden. Maar 30 jaar zitten we in de Passerelstraat, een oud buurthuis. Nu, dat oud buurthuis is echt versleten. En hadden we gevraagd of ze dat wouden renoveren, maar dat kostte te veel. En heeft de stad gezorgd dat we een nieuwe buurthuis kregen. Nu, het is heel fijn, ik heb al binnengekeken. Het zijn heel mooie plaatsen, maar ik heb een beetje angst dat de mensen hun weg niet gaan vinden. We zullen wel heel wegwijs werken, met pijltjes als het moet, hetzelfde wat. Maar ik hoop dat de mensen die ginds kwamen ook naar hier komen. Want daar kan iedereen in en uit, dat is een zoete inval. Veel mensen die de Nederlandse taal niet praten, komen naar daar met een brief of gewoon goeiemiddag zeggen of goeiemorgen zeggen. En tot nu toe is dat heel fijn gegaan. Ik denk dat we vandaag hier samengekomen zijn om een eerste symbolische opening te doen van de werf, van het nieuwe socio-culturele ruimte hier in Winterslag. Ik denk dat het buurthuis na 25 jaar werking wel versleten was. En wie het buurthuis kent weet dat het hoog tijd was dat er een nieuw verhaal kwam. Zeker in de praktische werking. We hebben dan het aangename aan het nuttige gepaard. En het belangrijkste denk ik vandaag is dat we samen met onze Marokkaanse vrienden van de moskeevereniging, het buurthuis Passerel en de KWB, dat we op één lijn hier samen kunnen gemeenschap vormen. En ik hoop en ik ben ervan overtuigd dat het een meerwaarde kan bieden voor de Winterslagse gemeenschap. Dat we elkaar nog beter zullen leren kennen als wat in het verleden gebeurd is. Ik denk dat er een hele goede samenwerking kan gebeuren. En ik hoop ook dat dat met deze de mensen een beetje alert maakt. En dat we naar een echte levensvatbare multiculturele samenleving kunnen gaan. Maar ik ben blij dat... Eigenlijk ben ik een bijzonder fiere burgemeester. Een fiere burgemeester omdat er zoveel leeft hier in de wijk van Winterslag. Omdat er verenigingen zijn zoals het buurthuis Passerel, zoals de KWB, maar ook zoals de Marokkaanse moskee met haar vereniging hier, die eigenlijk proberen Winterslag een stukje uit te bouwen en heel veel mensen betrekken bij Winterslag. En als je zoiets hebt, dan wil je als stadsbestuur, denk ik, Schepen, heel graag erop ingaan om nieuwe infrastructuur te voorzien. En dat doen we ook vandaag hier. Mijn dank ook aan onze dienst wijkontwikkeling, Paul, Dirk, maar natuurlijk ook Lisbeth en alle andere mensen van de technische diensten en iedereen die eraan werkt, die ervoor zorgt dat dit goed loopt. En ik zou zeggen, dames en heren, dit is uw infrastructuur. Dit wordt uw thuis. Maak er iets moois van. Maak er iets gezellig van. En ik hoop dat alle Genkenaren even welkom zijn dan dat ik altijd welkom ben in al van jullie vergaderingen en activiteiten. Want pas dan hebben we een buurthuis met een hart. Dank u wel. Leg ik twee stroken of wat? Ja? Ja, dat is wel wat, ja.